Hi guys, ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag is een speciale editie. Het is daarom ook gewoon direct naar buiten gegooid naar de opname. Het is enorm belangrijk dat jullie hier naar kijken, naar mijn mening. Alles wat ik ga zeggen is mijn mening. Uh, en we mogen onze meningen uiten. Uh, sowieso wil ik Insta Optex bedanken voor deze opname. En ik vraag jullie ook om te subscriben. Ik heb vandaag John Goedschalk hier. En hij heeft een hele, hele belangrijke boodschap. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave-podcast met Dave van Aarde. John, goed schuil yes. In een hele andere hoedanigheid hier. Vandaag hebben we een, uh, hoe moet ik het zeggen, een soort spoed-podcast. Ik heb een andere gasten moeten bedanken, <laughs> zodat je snel kan komen vertellen. Want ik vond het, je weet, ik ben al jaren bezig met natuurbehoud en jij ook. En ik heb dus wat artikelen binnengekregen van jou. En ik denk dat de samenleving dit ook moet weten. Ik zie hier dat de vertegenwoordiger van de Mennonieten zegt... Het gaat niet om de Mennonieten, laten we dat vooraf stellen, maar dit is wel belangrijk om te weten. De Mennonieten zeggen, ze hebben vanuit de Surinaamse regering meer dan een miljoen hectare gekregen, of aangeboden gekregen. Nou, dus wat, ze, wat deze meneer zegt, Adrian Barbero, is hij zegt, hij heeft al bestellingen voor, of bestemming voor een miljoen hectare vanuit de Mennonieten. Dus de Mennonieten gaan uiteindelijk hem en zijn collega's betalen voor grond. En dit is, dit is voor Suriname. Ja, dit en wij Surinamers kunnen geen grond krijgen, maar zij hebben al dus. En dit is gewoon internationaal gepost. Ja, ja, dit is internationaal gepost. Dus het kan worden nage. Ja. Het kan worden gecheckt. De websites zijn allemaal beschikbaar. Het is online. En wat dus deze meneer uitlegt, en hij, is niet, hij maakt er geen geheim van. Nee. Hij zegt, Loeken de overheid is naar mij toegekomen Hij heeft gezegd, we willen dat jullie hier komen produceren. Yes. Nou, hij is gekomen, hij heeft gesproken en blijkbaar heeft de overheid gezegd, nou, we kunnen 300.000 voor je vrijmaken. 300.000 hectare? Ja. En maar maar, maar, maar uh, ik heb ook andere artikelen gelezen waarbij dezezelfde groep binnen een jaar meer dan 30.000 hectare heeft ontbost. Ja. En ze zijn uit sommige landen nog gegooid, letterlijk. <laughs> ja, ja, ja. Uit een ja. aantal landen. In Bolivia, Bolivia, Peru. en Peru zijn de rechtszaken gaande, want ze houden zich niet aan de milieuwetgeving. Wat doen ze onder andere? Nou, ze gebruiken ontzettend veel pesticides en kunstmest. En ze um, elimineren de volledig bos. Hè? Dus ze doen echt volledige kalkap. Deze meneer zegt dat het hier anders zal gaan. Maar ik zou niet weten waarom het hier anders zal gaan dan in de rest van Latijns-Amerika. Maar je hoort toch een vooronderzoek te doen van wat zijn de ecologische gevolgen als ja, je zoveel ja, ja. kalkap gaat doen? Precies, kijk. Is dat al gedaan in Suriname? Nee, want anders waren we opgeroepen toch? Want er zijn processen. Juist. Conform de Milieuraamwet. Zijn er gewoon processen? Je hoort voor iets van deze schaal moet je een environmental social impact assessment doen, mm -hmm. of een uh, milieu en uh, sociale effectenstudie. En daarbij moet je de mensen die daar wonen horen. Hoeveel toch? dorpen zijn in dit gebied? Want ja. er is al een gebied aange... ja, 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 ja. in dus het gebracht. Er toch? Is een, het gaat dus om deze gebieden. <laughs> het bleek ook bijna heel Suriname, <laughs> maar goed. Dus dit is 560.000 hectare bij elkaar. Mm -hmm. En uh, voor deze drie, ik weet niet of je ze kan zien, deze drie oranje, mm -hmm. die zijn dus voor particuliere stichtingen waar hij dus waarschijnlijk eigenaar van is. Oké, okay. waar, waarschijnlijk. Dus nog niet zeker. Nou, zijn naam staat er niet toch? Maar, maar jullie nee, hebben wel informatie. Je hebt je, je stroommanagers. Oké, okay. toch? Voor deze drie is aangevraagd. Mm -hmm. Ik heb nog niet gezien dat het is gegeven. Okay. Maar ik heb wel gezien, de aanvraag is gedaan bij RGB. Toch? Ik, bij, heb, bij ik, GBB. Heb, ik heb wat aanvragen gezien. Straks gaan we die documenten ook in beeld brengen. Ja. Ze zijn allemaal op dezelfde dag aangevraagd. Ja. Interessant, hè? Ja. Omdat het dezelfde groep is. Ja, maar ze hebben allemaal verschillende namen. Daarom zeg ik, het zijn stroommannetjes, toch? Kan jij die brieven eventjes naar voren brengen? Waarbij ja, ja, er ja. staat in opdracht van de president... Ja, dat ze worden behandeld. Zo ja. dat, want, ja. ik wil echt met, want dit zijn best wel gevoelige stukken. Ja. En um, ja, je hebt hier dus de eerste. Kijk, ik zag net eentje langsgaan. Ja, kijk, laten we aan het begin gaan, toch? Kijk, het begint hier met Stichting Gassiantep Vermogensbeheer, aparte naam. Ja. En wanneer is die brief gestuurd? Er is een brief gestuurd uh, ja. aan de minister van uh, Grondbeleid en Bosbeheer. En dan verwijst hij dus naar een aanvraag, grondaanvraag van 27 januari. Maar staat hier, bijgaand doe ik u namens de president van de Republiek Suriname, bladibladibla, 27 januari. Als ja. je gaat naar die andere stichtingen van, we hebben net een kaart in beeld ja. gebracht met al die gebieden die zijn aangevraagd. Juist. Zelfde brief, ja. zelfde datum, ja. andere stichting. En dit is nu stichting Kofu en Kiara. Ja. Of Kofu en Kiara. En nou weer... Zie Bijgaan doe ik u namens de president van de Republiek Suriname. Toekomen, bladibla. 27 ja. januari 2022. <laughs> ja. Heel frappant. Laten we naar de volgende. Oké, okay. dit is allemaal ook zijn officiële stukken. Hè? Dus dit ja. kunt u gewoon nagaan. Ja, dit is allemaal online verkrijgbaar. En dan heb je de volgende. Nog eentje. Weer 27. Welke jaren? stichting is dit, stichting? Togliati. Togliati vermogensbeheer. Allemaal vermogensbeheer ook. Het is heel toevallig dat ze allemaal een vermogensbeheer zijn. Het is, het is niet eens een landbouwcoöperatie, niet eens iets dat te maken. Maar al deze gebieden. Oh ja, trouwens, 27 januari 2022 staat weer hier. Dit is allemaal gemarkeerd als landbouwgebied. Daarvoor krijgen ze het, toch? Die kaart die we net hebben getoond. Ja. Maar wat heeft die vermogensbeheer te maken met de landbouwcoöperatie. Nou, het plan is natuurlijk. Dus de regering soneert het als landbouwgrond. Yeah. Dan vraagt zo'n stichting het aan. En vervolgens verkoopt die stichting het aan de Mennonieten. En die stichting bouwt vermogen op. Oftewel moneymaking. Vermoedelijk de Mennonieten. Laten we dat goed zeggen. Nee, ja, we okay. hebben geen bewijs. Ik bedoel, het bedo yeah. de bedoeling van deze podcast is: dit ding moet verschrikkelijk goed onderzocht worden. Want het, 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 is, het stinkt. Ja. Ja. Ik vind het heel raar dat er in die stichtingen bestaan die allemaal vermogensbeheerders zijn. zijn. Ja. En dan posten de Mennonieten, want hij zegt bijna een miljoen hectare. En dat, dat gebied dat we, je hebt geweest is maar 500, maar tussen analistiekens, <laughs> 500.000 500. hectare. Ja. Klopt, ja. Dus, zijn we dan nog steeds het groenste land van, van de wereld? Nee, niet. Nee, dat is klaar. Maar juist de president is toch speciaal gegaan naar, als ik me niet vergis, Dubai om... Te vertellen. Er was ja. toch ook een artikel daarover, dat die uh, in oktober is die geweest, als ik ja. me niet vergis. Ja. Dus dat wil ik begrijpen, toch? Dus daarom heb ik ook een petitie gestart ja, aan ik de heb president. Teken, van, kan je me alsjeblieft uitleggen, van hoe gaan we dus zoveel ontbossen? Want we gaan niet meer carbon negatief zijn. Nee. Nu zijn er mensen die zeggen, who cares? Dat maar er zijn zeg maar twee in de, in de wereld, ja, twee ja. landen. We ja. Bhutan. Juist, en we, in de, we zijn bezig mee om dat te gaan monetizen. Ja, ja, ja. Je hebt het over heel veel geld, hè, als je die stappen eenmaal zet. Twee miljard per jaar kan je verdienen daarmee. Twee miljard. Dus gewoon door het te bewaren en het netjes te houden. Gewoon door te bewaren. Maar het, 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 wat mij ook irriteert is. Of, of, ja, ik ben, je weet, ik ben een, een, een fan van, van de natuur. De president heeft hoog en laag geschreeuwd dat hij is gegaan voor natuurbehoud. Het was ook noodzakelijk... om die dure trip te doen naar Dubai. <laughs> ja. Met delegatie. Er ja. was een heel team daar zo... Ja. van ja. mensen die ineens... weer betrokken zijn bij de regering... heb ik ook gezien. Ja. Die ineens milieuspecialisten zijn geworden. Ja. En dan nu... zie ik dat er brieven zijn... op verzoek van de president... vermogensbeheer nog erbij. Ja. Niks met... landbouw te maken. What the fuck? Ja. Ik snap het ook niet. Ik... What the fuck? Dit is die... gewoon bullshit. Heb je, die, heb je dat artikel toevallig ook van de president dat hij in Dubai is geweest, waar hij dus prijst um, wat hij he heeft gezegd tegen de mensen? Nou, dus wat, die heb ik niet, maar wat ik wel heb, ja? is zijn speech. Juist, die speech, ja. Ik hoop van hoe hij zo gedocumenteerd is. Dus dit is, dus dit is zijn speech. Dit is de national statement die hij heeft gedaan in Dubai. En hier heeft hij dus gesproken met de wereld, met andere woorden, behalve dat hij ons. Ja. Niet, niet alle waarheid verteld, om het netjes te zeggen. Ja. Is hij dus ook wereldwijd eigenlijk iets gaan verkondigen wat hij dus niet waar kan maken? Het, het is opmerkelijk, want dit is in december uitgesproken, en toen had, had hij pas nog die brieven laten sturen over hoe staat het met die stukken? Want kijk, we hebben net gekeken naar die drie van, van bij elkaar 10.000 hectare. Maar er is nog veel meer. Er zijn nog meer brieven gestuurd. Ik heb gezien dat er zelf in een stukje is van het Tibet-gebied. Juist. Dus kijk, laten <laughs> we het eventjes uh, stapsgewijs <laughs> doen. Ik word doen. zo Fuga toch? Je hebt me vragen vraag de gesteld over yeah. de presidents' commitment. En mm. ik zeg je, hier staat er: My country, Suriname, is one of only three. Hey, ik praat over drie carbon negative. Misschien is er Costa Rica of zo ook, erbij, mm. of Panama. We are committed to keeping it that way. Oké, okay. if you're committed to keeping it that way, dan snap ik dus niet hoe kom je dan in een situatie waar je niet alleen deze drie, maar ook volgens deze brieven althans, want dit is nu een brief vanuit minister um, Parmanant Seudin yeah. aan minister van GBB, yeah. waar hij zegt, verwijzend naar het schrijven van de president, zijn excellentie, Chandrika Prasad Santoki. Datum 2 augustus. Mm -hmm. En dan zie je, nu zegt hij van oké, okay, hebben we een deel van de figuratieve kaarten. En dan zegt hij, wij willen dus oh, shoot. voor al deze gebieden mm -hmm. um, landbouwgrond hebben. Yeah. En als je, het is moeilijk te lezen, maar het, het lukt wel als je goed kijkt. Mm -hmm. En je ziet die aantallen. En als je al deze aantallen optelt, dan kom je dus op ongeveer 550.000 hectare. Die men dus als landbouwgrond nu wil gaan betitelen. En hier is nog een brief. Weet je, dus er, er wordt heel serieus gewerkt aan het creëren van, en dit is een mooie, um, dit is, dit is, hier kan je het goed lezen. Als je dus deze allemaal optelt, kom je dus bij 550.000 hectare. En deze informatie met deze kaarten zijn dus gebruikt. Om dit hier te maken. En dit is van een internationale website die ja. alles in kaart brengt. Dus ja. het, is, het zijn ja. deze Surinamers nee. die direct een warning hebben gestuurd. Nee. Het is internationaal, is dit al bekend. Nou, Jason Pinas, heet, uh, ook journalist, heeft wel degelijk op Monga Bay, een, mm -hmm. een, 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 uh, op The Guardian, een artikel laten publiceren. Yeah. Waar dus de angsten mm -hmm. van uh, onder andere de Quinti en anderen ook duidelijk worden gemaakt. Weet je, fears rise in Suriname as the Mennonites look to settle. Maar, en hier heb je dan dus ook allerlei uh, citatie, citaten van inheemse centrale die zeggen: Ja, maar wij willen ze helemaal niet hier. <laughs> maar wacht even, kan je weer naar die kaart gaan, alsjeblieft? Want die kaart is namelijk. De reden waarom ik steeds naar die kaart spring, is. Er zijn toch ook dorpen in dit gebied? Er zijn een heleboel dorpen in dat gebied. Hoe, zijn, die, zijn die dorpen dan ook benaderd of geïdentificeerd? Want ik bedoel, als je, als je dit alles gaat ontbossen, ja. dan fok je ze toch ook op? Natuurlijk. Ja, maar is het niet, ik bedoel, niet om racistisch te zijn. Ik denk dat je oorlog gaat krijgen. Want als, als je als boslander, dus, als Indiaan ineens een blanke man ziet komen daar zo. En hij begint alles weg te kappen. Dus kijk, je hebt hier Cayman Stone, Vitagrong, Chakashaka Stone, Sabaru, Heidoti, Cornelis Condre, Donderskamp, Tapuripa, Cupido. Washabo. Uh, uh, nou, die zijn aan de andere kant van het reservaat. Okay. Die zullen misschien minder last hebben. Maar. Je moet niet alleen kijken naar de nabijheid. Maar kijk, bepaalde van die dorpen zijn gewoon in dat gebied. Ja. Dus hele dorpen worden weggegeven. En ik wil even meteen zeggen hoor, tenzij deze kaarten verkeerd zijn. Dan nou, laat de overheid dat zeggen. Ja, Tens... maar die, die brieven vind ik wel raar. Ja, luister, we hebben die brieven gebruikt om deze tekeningen te maken. Dus ja toch? Het... Maar het kan zijn dat die, die aanvraag is gedaan en dat het is afgekeurd toch? Misschien. Heeft, ja, maar meneer, misschien heeft maar iemand waar, het afgekeurd. Ik maar waarom weet ik gaat niet. de vertegenwoordiger van de Mennonieten zeggen... dat hij meer dan een miljoen hectare aangeboden krijgt? Ja. Dus al zijn deze kaarten verkeerd. Er zijn nog, er zijn andere gebieden dan ook. Kijk, in, is, is, en dat is waarom, Dave, wat je zegt... we moeten gewoon transparantie krijgen in dit ding. Wat is er nou precies gaande? Want je krijgt, je hebt een vertegenwoordiger van de Mennonieten die zegt, look not, ik, ik, heb, ik heb bestellingen voor een miljoen hectare. De overheid biedt me aan, alvast... Uh, 10. Of 30 of 300.000. Hij zegt 300.000. En dan gaat meer komen, zegt hij. En dan heb je aan de andere kant. Minister Sedien, die vraagt dus aan minister Forensweek: uh, geef me alvast 550.000 hectare aan landbouwgrond. Dus okay. landbouwgrond. Als ik naar die kaart kijk, is dat dit alles is. Geen landbouwgrond. Nee. Dus dat, want onze gezonde grond is aan de jonge kustvlakte. Dus dat is ook interessant. Dus dit is gewoon boksiet hier zo. Dus, dus dit is helemaal niet kijk, gezond dit gebied. Kijk, Rudy van Kanten van Tropenbos, mm -hmm. een van onze topdeskundigen, yes. heb ik ook mee gesproken. En hij heeft ook pas nog een lezing gehouden. Hij heeft gezegd, dit is helemaal geen goede landbouwgrond. Nee. Om hier te kunnen... Oogsten en planten ga je vreselijk veel kunstmest moeten zetten, want het is, het is best wel arme grond. Dat is eigenlijk veel kunstmest. maar ik zie veel rivieren hier. Het rivieren kan je vergeten, afschrijven. Want er gaat alleen maar uh, vervuiling... Natuurlijk, zetten. want het gaat in het grondwater zitten en je gaat ook waarschijnlijk irrigatie moeten nemen. Deze, de Kopenhame, afschrijven. Cabalebo afschrijven. Het, het is... Ik, ja, het, het gaat echt ver, boy, Dave. Deze krieken. En luister, wanneer je denken soms aan landbouw, je moet je beseffen om hier te kleren. Nee, je gaat dozeren, je gaat branden, je gaat ontworten. Ik weet niet wat je allemaal gaat moeten doen. En dan is het nog leuker, want eromheen is dan wel bos. Dus wat? Die dieren gaan ruiken dat ze daar niet moeten komen. Dus wat ga je moeten doen? Je afschieten. gaat ze moeten afschieten. Ja. Dus de moord op de biodiversiteit die dit met zich mee zal brengen, is bizar. Jaguars, grote otters, aapjes, connectboy. Maar even, er is toch <laughs> is... genoeg grond op de jonge kustvlakte om te gaan ontwikkelen? Er zijn zoveel stukken grond die braak liggen, dus... Indikeri, Coroni. Het... En, en je hoeft niks meer weg, je hoeft geen primair bos weg te halen. Ik bedoel, ja. en daar zou je moeten planten, want dat is gezond dus, toch? Dat is ook waarvoor wordt gepleit door mensen als Rudy van Kanten en andere deskundigen zeggen: luister, landbouw goed, tuurlijk, hoe moet hij juist, eten. Juist, maar, los dan je problemen met boedel of zo op in coroni, ga naar dat soort plekken. Dus, maar hier, en daarom, jullie van Kanten is landbouwer, hè. En hij zegt, luister nou, I love landbouw. Dat mm. doesn't make any sense. Is bauxite is daar zo lateriet? Kijk, dit is een rivier, hè. doorheen, kijk. De Kopenhagen rivier, kan je ook afschrijven. Allemaal kreken. Dus, ja, dus het, is, het is, het is, het is gewoon niet. Het, het maar, eerste wat me opvalt, is dat deze gebieden, want het is, het is niet, het is geen geheim dat ik Bijna elke week in het bos ben ja. Het eerste wat me opvalt, want elke berg hier is lateriet. <laughs> ja, dus. dus en en, en het, is, het is niet eens gezond, het is dat die bladerdek, het, het blaad, het, het bladerdak. Het bladerdak. Ja, ja, ja. Uh, dat houdt alles in stand. Weet je, dat, dat, al die bomen houden elkaar in stand. Maar op ja. het moment dat je weg gaat halen, ga je erosie daar zo krijgen. Eh. Ja, klopt. Dus eigenlijk kan dit gewoon een braakgebied worden. Dus, ook nog wanneer die mensen weggaan. Ja, ja, ja. En kijk, de Mennonieten hebben een historie. Dat bedoel een je. Aanwezig, aantoonbare historie van vernietiging. Een track record hebben Een ze. track record. Echt een keiharde track record. Kan je hier wezen? Er, ja, kan um, je dat uh, Dat je ziet bijvoorbeeld wat ze in bijvoorbeeld Bolivia hebben gedaan. Ja. In Bolivia hebben ze bijvoorbeeld, eventjes hoor. Laten we even naar gaan? Amazon Conservation. Dus dit zijn ook officiële websites, ook een internationale ja, websites ja. waar iedereen alles kan nagaan. Mennonites. Maar wel frappant dat men in het buitenland al zo op de hoogte is van wat er hier gaande is. En hier wordt er geen woord over gerept. Gelukkig nou, nu is die campagne gestart. Ja, dus kijk, wat je ziet is je krijgt eigenlijk wat mij betreft een soort um, misleidende uh, dialoog. Hè? Mm -hmm. Men gaat praten over ja, maar de Mennonieten zijn eigenlijk eerlijke mensen. En ze houden zich aan de wet en zo. Maar dat that, that's not the point. The point is, het zijn eerlijke hardwerkende mensen die komen ontbossen. <laughs> en dat is gewoon... En daar zijn ze ook duidelijk over, hè? Hé, hey, wat is dit hier zo? Dit is dus een gebied dat ze helemaal hebben anders... Ja, ja, ja. Dus dit alles was groen? Ja, ja, alles weg. En je hebt dus hier een... Uh, dit zijn kaarten van hoe ze dus te werk gaan. Maar als je, als je zo en... plant, hoe is het dan nog steeds zo kaal? <laughs> nou ja, het is soja, dus het... het, het het Gaat ook weer weg. Maar als en, ze doen soja? Ja, ja, vind je Maar soja. Is het, het is nu aangetoond hoe slecht monocultuur is van soja in, voor, voor de natuur. Het maar, is aangetoond maar, met uh, studies. Ik, nogmaals, ik kan me mijn verstand ook niet bij, maar dit is dus wat er die in 20 jaar tijd is ontbost door de Mennonieten daar in uh, Bolivia bijvoorbeeld. En je ziet dat ze soms tussen de 30.000 en 35.000 hectare in een jaar kunnen doen. Um, en. Maar luister, het is heel simpel. Hè? Zij zeggen, luister, als jij als land wil dat we komen planten en farmen, dan komen we graag. Ja. Nee, dat is heel ik simpel. Als, ik neem ze niet kwalijk. Nee, toch? Zij zijn niet fout. Nee. Als de regering zegt, kom planten. Dat, en, dat zegt, en dat zegt Barberus ook. Hij zegt, luke nou, wij zijn benaderd door de regering. De regering heeft gezegd, kom alsjeblieft landbouw doen. Nou, onze stijl landbouw is dit, wat je hier ziet. Maar -ma soja. Het uh, is zo... So ja. zoveel artikelen als je gewoon googelt wat, hoe slecht het is om monocultuur ja. soja te doen voor, ja. voor een land ja. kijk dit is in een jaar dit is een gebied dat ze pakken het was dit in 2022 het is nu dit in 2023 dus dit wat we al die mooie broccoli die we hebben op onze landkaart. Het gaat er straks zo uitzien ik herhaal ja. alle mooie broccoli die we dit op dit moment hebben in Suriname gaat er straks zo uitzien en het mooiste van alles is het is geen lokaal bedrijf Nee. Het is geen lokaal bedrijf. Dus met andere woorden, wie zegt er genoeg geld hier gaat overblijven? Want we krijgen dan een tjauwtjap. Ja. Ja, toch? Kijk, Dave. En, en, en de menonieten zijn ook nog een gesloten gemeenschap. Dus je komt niet naar binnen. Dus alles wat ze daar zo aan, aan, aan waarde halen uit de grond... Aan, aan bomen, aan, aan goud, aan edelstenen. Niks, niks kan gecontroleerd worden. Kijk, er zijn een heleboel scenario's natuurlijk, toch? Want als je eenmaal ja. daar gesloten bent en wat je zegt, er is veel atleten of er zijn andere mineralen. Wie weet wat ze nog meer kunnen doen. Want je komt er niet. want dit ze is hebben ze die gezeten. kennis. Dit, luister, dit, is een, highly educated dit is een kartel. Okay. Ze hebben heel veel geld. Dit ja. is een hele grote groep mensen, gebacked door een heleboel geld, die rond de wereld dit doen. En wij lenen ons ervoor. En dat is waarom ik zeg. Maar ik ben ook Surinamer. Mm -hmm. Het is dan misschien niet mijn grondgebied daar. Het is, ik ben geen eigenaar ervan, maar het is wel mijn bos. Toch? Want we zijn met z'n allen eigenaar van het bos. Het ja. En ik zeg, als we dit gaan doen, dan zeg ik, laat er eens een goede nationale discussie en besluitvorming erover komen. Laten ja, een we, studie. Een studie. Laat onze topdeskundigen ons vertellen. Hé, hey, dat is de beste plek om het te doen. En hoe doe je het? En nota bene. De mensen die daar wonen, wat er about hun? ze hebben toch rechten? Kijk, het feit dat de ja, over... moeten ook voor goed worden, nou, minimaal dat als ze akkoord gaan. Maar ze worden gewoon straks uit hun huis gezet. Hallo. Dus je krijgt gewoon weer een stuurmeer verhaal Precies. Je krijgt stu... het is precies 60 jaar geleden, toch? Misschien is het weer tijd voor zo'n mens, uh, mensenrechtenramp. Want in 64 was stuurmeer toch? Als ik me niet vergis. Nou, 60 La, ja. jaar later. We gaan hetzelfde weer doen. We hebben dus niet geleerd. Ik wil die tv smeten tegen die muur. Dat voel ik op dit moment. Daarom heb ik je gebeld. Over, kom direct in de studio. Ja. Want dit moet echt besproken worden. Want sowieso ben ik een natuurliefhebber. En ik bedoel niet iedereen heeft spankt met dieren en weet ik wat allemaal. Maar we moeten beseffen wat voor impact dit gaat hebben voor Suriname. Dit is het einde van onze identiteit als groenste land ter wereld. Het is, is de enige positieve identiteit die we nog hebben. Eigenlijk. Dat, dat is, kan je schudden. Het is het einde van onze carbonnegativiteit? Het is het einde van een aantal rivieren. Het is het einde van de quinti maronstam. Mm -hmm. hè? Die zal gewoon worden weggevaagd hierdoor. Ze worden weggevaagd hierdoor. Je hebt andere inheemse, wiens dorpen daar ook zullen worden weggevaagd. En de vraag is, wat krijgen we ervoor terug? Waar is de economische afweging? Waar is de plus-minus op een rijtje gezet? Ik zeg, dat moet dan nationaal besproken worden. Ik, en ik heb de wetten gelezen. De grondwet is duidelijk. De grondwet zegt dat er duurzaamheid uh, moet worden uh, uitgeoefend bij dit soort zaken. De wet van bosbeheer zegt het. De, wet, de Milieuraamwet zegt het. Maar er zijn zoveel wetten die hier met de voeten worden getreden. Het is moeilijk bij te houden. En het ergste van alles is... de jonge kustvlakte waar we moeten planten, ligt braak. Ja. Als, je van Sarah, als je naar Saramaka reed... Al die gronden zijn leeg. Niks wordt gedaan met die gronden. Ja. Niets. Ja. Niets. Maar je gaat openkappen wat nog goed is en wat niet geschikt is voor, dat. Voor, 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 voor landbouw. En waar mensen wonen. En waar mensen wonen. En wat ongerept is en wat uniek is in de wereld. En wat we in de toekomst kunnen kapitaliseren. Ja. Door het gewoon te behouden, want er is steeds minder in de wereld. Klopt. Maar we gaan negeren wat er is aan de Jonge kustvlakte, want bijna al onze districten zijn de Jonge kustvlakte. Ja. Behalve paramaïd zou je overal kunnen planten. Ja. Klap. Dat wordt allemaal genegeerd. Ja. En we gaan lekker waar je zo moeilijk mogelijk moet planten. <laughs> ja, ik snap het ook niet. Gaan we alles weghalen. Ja. Maar daarbij willen die mensen niet gezien worden waarmee ze bezig zijn. Want waarom we in zo'n achtergodse ooggebied gaan, terwijl het gewoon voor de hand ligt hier zo aan de jonge kustvlakte? Want als je zoveel geld hebt en alles, kunnen ze het toch ook voor elkaar krijgen? Ja, nou ja, er is ook een stukje hier hoor. Vlakbij Biggie Pand gaan ze ook nemen. Dus wees niet bang, ook daar gaan ze komen. En hier bij Peruvia, ook daar gaan okay, ze komen. Brutus. Ja, want hier, hier <laughs> kan je dit is lateriet, dit is rommel. Nou ja, maar toch als, hebben ze dat idee gevat. Ik, en nogmaals, ik spreek deskundigen en ze zeggen: het is niet logisch. Hoeveel mensen zijn nu. Hoe moet ik het goed zeggen? Wat kan hier aan gedaan worden om dit te voorkomen? Oké, okay, nou ja, wat ik nu heb gedaan, is: ik heb een petitie gestart. Ja. Waar is dat? Dat uh, wilde ik je Ik zag dus... het online uh, Ja, ja. Um, even kijken hoor. Dus dat wilde ik je hier laten zien. Maar ik, ik zie dat het um, even weg is van daar. Dus ik zal dat eventjes opzoeken. Ik had getekend via Facebook volgens mij. Uh, even kijken. Hier. <coughs> Dit is de petitie. Mm -hmm. We hebben tot nu toe 208 mensen hebben getekend. Oké, okay. ik vind het nog niet zoveel. Maar <laughs> is <geen> moor. <laughs> blijkbaar is het niet zo interessant voor mensen. Um, dat veel om, mensen niet beseffen. Oké, okay, omdat ik, ik. Ik blijf erbij, Dave. Ik ben niet tegen ontwikkeling. Nee. Ik bedoel, ik heb makkelijk praten. Ik woon in de stad, toch? Ik, ik begrijp dat we ontwikkeling moeten hebben. Maar laten we het wel goed doen, toch? Dus wat we moeten doen, mijn voorstel, nee. is als eerste: er moet een goede discussie in het parlement komen. Waarbij deskundigen worden gehoord. En waarbij de inheemse en de tribale, wiens leven heel erg gaat veranderen, ja. moeten worden gehoord. En ze moeten toestemming geven, want ze hebben rechten. Maar vind je dit ontwikkeling? Ja, ik niet. Maar ja, het gaat niet dus, om mijn persoonlijke nee, leven. Dat we zijn de natie. Toch? Nee, maar we Met zijn, we zijn voor ontwikkeling. Ja. Dit is geen ontwikkeling. Ja, dit is vernietiging. Dit is vernietiging, klopt. Dit is helemaal. Dit is, is, is echt iemand die denkt: hé, <laughs> hey, maar ik wil niet idee. En dan merk ik wel wat er morgen gebeurt. Ja. En zo kan je niet als land denken. Als natie kunnen we niet zo denken. Eens. Maar laten we dat dan zeggen. Ja, ik zeg het. Jij zegt het. En, en laat iedereen anders die deze podcast zien het ook zeggen. Laten ze die petitie tekenen. Laten we laten zien dat we dit niet willen. Want als we het niks zeggen, kijk, Eli Wiesel heeft het gezegd, toch? Als je niks doet wanneer je evil ziet, dan is dat ook evil. Ja, tuurlijk. En het enige dat nodig is, ik kan het niet helemaal citeren voor je, maar the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Oh, daar zou ik koning in. Nou, als we zo doorblijven, dan, dan is dat ook een keuze. Niet handelen is een keuze. Je mond dicht houden is een keuze. En ik maak de keuze om er iets van te zeggen. En ik hoop, net als jij Dave, dat vele anderen ook iets zullen zeggen. En dat dit gestopt wordt. Want in 1996 hebben we ook al voor deze keuze gestaan. Toen waren er ook een heleboel uh, concessies die uitgegeven zouden worden. En toen heeft ze gezegd: nee, we willen groen blijven. En door die bewuste keuze van na die natie, daarom zijn we nu het groenste land ter wereld. En ik zeg: dat kan niet ongedaan worden gemaakt. In achterkamertjes en vanuit bureaus. Als we zeggen, we zijn klaar met Groenland ter wereld. Zoals sommige mensen zeggen, van het levert toch niks op. Toch sommige mensen zeggen, hé, hey, we geloven niet in dat ding. Maar dan laat het een keuze zijn: laat het een keuze zijn die in volle daglicht plaatsvindt. En niet op basis van een paar brieven tussen een paar ministers. Maar ik wil even wat zeggen hoor. En de mensen mogen het eens zijn of niet. Als jij denkt dat het niets uitmaakt om het groenste land te zijn. En als je de, de, de ernst ervan niet inziet van hoe belangrijk een forest is. Dan ben je gewoon naar mij worden achterlijk. Ja. ja. Dan ben je gewoon super onontwikkeld. Die tijd is voorbij om zo ziek te denken. Er gebeurt genoeg in de wereld. Klimaatverandering is real. Er gebeurt zoveel. Er is steeds een grotere schaarste aan alles. Ja. En wij gaan er daar eventjes nog bij aan, ongeacht hun kleur. Want als ze van Afrika waren, had ik het zelf ook naar een moer gestuurd, of van India, of weet ik veel. Je bent niet van hier. Ja. Gaat in je eigen land doen als je zoveel kapot wil maken. Want het is eigenlijk de, de schuld van onze regering dat wij nog steeds niet kapitaliseren, die 2 miljard waarover je het hebt, van carbon credits. Ja. Want een heleboel andere landen krijgen wel geld ervoor. Het is dat wij er geen werk van maken. Dat ja. wij als land het niet goed aanpakken. Klopt. Want het geld ligt al daar. Klopt. Guyana heeft al van Noorwegen geld gehad nee. in het verleden. Yeah. Biggie, biggie money. Voor de olie Klopt. hadden ze al een deal gemaakt met Noorwegen. Ja. En net weer. Net weer. En wij slapen. Ja. Dus dan ga je in plaats van dus wakker te worden van hey, het geld ligt al daar. Laat maar het geld gaan halen dat daar ligt. Het roept me. Nee. We gaan vreemde mensen, die niks met onze cultuur te maken hebben... Ja. Heeft. Die geen binding heeft met Suriname. Die dus niet spankt met wat er gebeurt met Suriname. dan is ze niet bevalt, gaan ze weer naar een ander gebied. Net een parasiet. Ja. Die ga je erbij halen. In de hoop dat je daar een monie kan krijgen. Ja. Als je mij boos wil krijgen, brader, dat ik stomme uitlatingen ga doen. <laughs> dat is dit. Het. Nee, A want voor ja. mij... Hé, brader. Oké, maar laten we hopen toch, Dave... Weet je wat mijn beste uitkomst zou zijn? Dat ik een belletje krijg, meneer Goetschalk, u hebt het verkeerd begrepen. Die brieven zijn al lang afgekeurd. Natuurlijk gaan we dat niet doen. Kijk, hier zijn de afwezingsbrieven. En natuurlijk gaan we, dat, is, je, dat zou het heerlijkste zijn. Want dan kan ik weer andere dingen gaan doen. Toch? Want ik, ik moet ook andere dingen doen. Mm. Dat zou het mooiste zijn. Als zo bleek, het klopt niet. En dan komt Barbero en Barbero komt ook en zegt ook, nee hoor, inderdaad, uh, we zijn ermee gestopt. We hebben uh, bakcel gekregen van de president. Want de president is naar Dubai gegaan en heeft zich bedacht. Want eigenlijk was het augustus, doen we een deal. Maar toen is hij naar Dubai gegaan, heeft daar een goede deal gemaakt. En uh, ik heb een telefoontje gekregen, het gaat niet door. Ik, dat zou het mooiste zijn. Ik probeer. Laat me het goed verwoorden. <laughs> en dit is mijn mening. En ik mag mijn mening uiten. Ja. President, als blijkt dat u houdt aan uw woord van Dubai, dan bent u geweldig. En als het niet zo is, dan bent u naar mijn mening. Een bewezen, be, 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 <laughs> beweze, patologische leugenaar. En niks wat uit uw mond komt klopt. Dat, dat is mijn mening. En ik mag het uiten, want je kan niet naar de wereld gaan en dat vertellen. En nu, waarom zou die midden niet zeggen, ik heb meer dan een miljoen hectare aangeboden gekregen? Iets gebeurt. En daarom zeg ik, Iets laat het in daglicht komen. Het Wa waarom gaat hij zoiets zeggen? Want uh, die man heeft geen benen met Suriname. Gewoon, die wakker. Meer op het internet. <laughs> Dat we zoveel aangeboden hebben. Wamaf, Leuserina, maar je ziet, mij. Ja. Je kan hier komen, broertje. Ja. 100 En dit is gisteren gepubliceerd. Godvermam. Dit, dit hier is gisteren gepubliceerd. Januari 15, 2022. 2024. Ja, 20, heb ik 23 gezegd? Dus je zei 22, je bent Jezus. twee jaar teruggegaan in yep. de tijd. Oké, okay, maar deze bril is <laughs> gesponsord door, door InStyle. Maar die glazen zijn nog niet uh, op mijn sterkte. <laughs> Dat moet ik eerlijk bekennen, InStyle. Dank je wel voor die bril trouwens. Oh ja, 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 ja. oh ja, mensen, ga alsjeblieft op YouTube en subscribe. Uh, daarmee help je dit programma om te groeien. En dan waardeer ik het echt van harte. Als je echt alle support te doen... Subscribe alsjeblieft. En als je met mij nu support, ja, dan snap ik dat je niet subscribe is. Dat weet ik <laughs> nee, We hebben vorig ja. jaar bijna 2 miljoen views gehaald, waarvan 80% nog niet gesubscribed is. Oké, okay. dus, dus als die gaan subscriben, ja, dan. Dus, okay. En dan komen dit soort dingen nog makkelijker naar buiten. Ja, ja. En het is, dit is gewoon ethisch, kunnen we dit niet toestaan. Nee, maar daarom ben ik hier, Dave. En daarom ben ik blij met de gelegenheid. Want um, dit is nu gaande. En um, het lijkt alsof, uh, laten we zeggen... We zijn afgeleid door andere, ook belangrijke dingen natuurlijk. En dat begrijp ik. Ja, ik maar het leven gaat verder. Maar het leven gaat verder. Want uiteindelijk, ik heb kinderen. Ja. Die gaan misschien ook kinderen krijgen. En ik wil ook met hun een keertje naar de Republiek kunnen gaan. Ik wil ook een keertje met hun naar het bos kunnen gaan. Ja. En als dit nu wordt ingezet, is het wel het einde van ons bos. Laat dat duidelijk zijn. Want het gaat hier niet bij blijven. Nee, Dit is het, is een, uitverkoop. het is elke keer een klein beetje meer. En zeker omdat het zo onvruchtbaar is. Dus na een paar jaar gaan ze zeggen: ja, maar wacht even, we hebben hier al die machines staan, we hebben zoveel geïnvesteerd. Het is niet meer vruchtbaar. We hebben nog een stukje nodig. Ja, want je hebt de grond uitgeput. Ja, toch? Want de grond raakt heel snel uitgeput, want het is niet zo vruchtbaar daar. En dat is wat de deskundigen aangeven. Ze geven aan, daar is niet voor Hoe, landbouw. Hoeveel miljoen hectare is ons bos? Hoeveel uh, 15, 15. 15 miljoen hectare. 15. Dus wanneer die man zegt 1 miljoen. Ja. Dus ja. 1 vijftiende is. 7 procent. procent van Suriname ja. even gewoon aan een groep die geen binding heeft met ons land, onze cultuur ja. niet kent nogmaals. Ja. Ze, ze zijn gesloten. Ja, kijk, dus, maar deze dus, dus je, je geeft het liever aan een Braziliaan of een Frans-Guinese ja. of een Guyanese die meer kennen heeft over Suriname. Maar eten. Ik zeg laten we beginnen met wat willen we dit niet. Oké, okay, wie zijn wij? Laat wie de Mennonieten zijn. De, 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 zij hebben hun karmische reis. Ja. Liep de man Nee, de reden waarom ze niet zeggen de Mennonieten is. Ze hebben die track record van niet die Ze hebben die track record, ik weet het. Maar stel dat ze het opeens heel anders gaan doen. Toch Oké, okay, laten we. Ik ben niet zo, ik nee, ben maar, niet zo utopistisch, nee, dat weet je. Maar stel dat het zo zou zijn. Yeah. Voor mij begint het met wat willen wij? Wie is Suriname? Niet wie zijn de Mennonieten? Zijn we het groenste land ter wereld? Zijn we daar trots op? Willen we het blijven? Dan is dit niet het pad. Als we zeggen we zijn moeder van, want om wat voor reden daar ook vinden we dat we dat bo boom, die bomen moeten gaan kappen. En die dieren moeten gaan uitmoorden. En die quinties ook. Uh, en die moeten ook maar opdonderen. En die uh, inheemse daar moeten ook maar opdonderen. Als dat besloten wordt als land, toch? En dan moeten zij het er ons ook eens zijn. Want zij zijn ook Surinamers. En ze hebben recht. Ze moeten ook gehoord worden. Ja toch? Oké, okay, dan doen we het. Maar ik heb dat gesprek niet gevoerd. En ik heb geen stukken gezien in het parlement waar dat besloten wordt. Ik heb niet gezien dat er free prior and informed consent is toegepast. Want toen ik de mensen bel en ik bel ze en ik spreek ze, zeggen ze me nee. Ik weet van niks. Maar nee, goed, schat hoezo? Hoezo moeten we straks verhuizen? Hoezo is het water straks onbruikbaar? Oh, Wat die mensen zijn Dus de mensen die u heeft gesproken. Wait, laat me dit even voor de mensen die niet weten. Dit is de voormalig directeur van Conservation, Conservation International. International ja. dus, en, en hoeveel jaren was je dat? Oh, bijna tien. Bijna tien. En nu werk je ja. samen met... Mensen als Rudolf Elias. Ja, yes, voormalig directeur van de staatsolie. Van... En dit, dat is het team ja. dat hierachter staat. Dus voormalig directeur van Conservation International. Voormalig directeur van staatsolie. Al deze mensen en nog meer ja. zijn vierkant ja. hier tegen. Ja. En ze hebben de kennis in huis. En kijk, hier zie je dus ook staan op uh, The Guardian. Mm -hmm. Wordt ook duidelijk geciteerd dat WWF Guyana, Stropenbos Suriname, Conservation International... Suriname Conservation Foundation, allemaal ook hun zorgen al hebben geuit. Maar hier um, Clemens, mm -hmm. Reen Clemens, secretaris van de Gramang, van de Quinti, zegt dat these farmers use certain products for their activities that may end up in our rivers. They are going to damage our sacred places. Dat is de Quinti. En dat is dus, Kaiman Kaimastong, al die plekken die ik je net heb laten zien. Dus zij zijn helemaal niet hiervoor. Dus wacht even. In het Nederlands. Juist. Dat Clemens zegt: deze landbouwers gebruiken bepaalde producten die in onze rivieren gaan komen en ze gaan ook onze heilige plekken kapot maken. Ja, want ze doen ook nog hun cultuur en alles en zo. Ja, toch? En je hebt speciale plekken die je niet mag aanraken. Ja, ja, ja. Er toch ook hun hun, 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 hun uh, voorouders zijn daar toch ook begraven? Ja, respect daarvoor. Dus ja, je toch? moet dat kunnen respecteren. Ook. Ja, toch. En nu, als, je, als je nu in die manse gebied zit, dan zeg je ja. Sorry, fella, Weg. Weg. Want kijk, je ziet die dorpen. Ze zijn hier. Je ziet die dorpen. Die dorpen gaan weg. Ja, toch? Vitagrong, Heidoti, Chaka Chaka Stong, Cornelis Kondre. ik kan ze weer noemen. ik zie de nikeri rivieren doorgaan, Ik zie de Copaname rivier doorheen gaan. Ik zie. Cabalebo, volgens mij ook toch? Cabalebo, de Marataka zie ik erdoorheen. Brrrrrrrr. <laughs> en het, 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 is, het gebeurt aan de. Dus de mensen in Cupido, toch? Stel dat zij het overleven, is hun water wel weg. Dat bedoel ik. Ja, want je gaat ook dammel, je gaat dingen doen. Calabasterie, catafe, ja. die hebben allemaal straks ook vervuild water. Je ja, maar vervuild water, toch? Want je hebt de pesticides, Want vergeet niet, je bent omringd door bos. Je bent omringd door bos. Dus die dieren gaan komen. Dus je gaat ze moeten weggooien. Je hebt insecten, dus je hebt insecticides gebruiken. Je gaat veel kunstmest gebruiken, want de grond is arm. Brada. Die dieren gaan niet komen, die dieren zijn al daar. Juist. Deze even. mensen lullen daar, zo Dat is Ja, het precies. Ja, maar je krijgt heel veel human wildlife conflict. Dat probeer ik te zeggen. Je krijgt heel veel confrontatie tussen mens en dier. Heel en, veel. En in dit gebied is er al genoeg goud gebeuren. Maar wat er bij die goudzoekers aan? Die gaan ze dus ook moeten opschuiven. <laughs> Dat wordt interessant. <laughs> huh? Dat wordt interessant. Kijk, dit heeft voldoende <laughs> implicaties dat het erg onveilig kan gaan worden. Hè? En dat bedoel ik. Het zou is, zo is kunnen ontaarden, dat willen we niet. Niemand wil dat. Maar hoe ver kan je mensen pushen? Ja, ze zijn al aan de edge. Ja, en de inheemse, uh, de FITS, heeft pas nog artikelen uitgebracht. terwijl was het ook zeggen van, kijk, we zijn vriendenlievend, maar er is ook een einde aan ons geduld. Wat was laatst gebeurd? Waar was het? Biggie poika of uh, Sa, uh, Pikin Saron of wat is het? Jezus, ik noem hem gewoon slaan. Marie Pastong daar zo. Ergens, ik weet ja. niet meer precies waar het was. Ze zijn al doorgevallen. En mee was het, als ik me niet vergis. En kijk, we wensen het voor niks en niemand. En dat, dat was gewoon omdat die mensen, zij mochten al niet door die gebieden lopen van, ja. de, van de concessiehouders. Oké. Okay. En wat denk je dat? De, we, nu is het helemaal uh, het van de dam. Klaar die toch? En, en kijk, een Surinamer met een concessie kan ook vervelend zijn, van je mag niet hier lopen, maar. maar wanneer, dit zijn, wat men niet snapt, zijn gesloten communities. Ja. Je mag niet van hun in hun gebied. Klopt. Je kan niet zomaar naar binnen komen, ze bakenen het af. Ja. Kijk, dat klopt, maar dan kom ik toch weer, Dave, en je gaat me weer lastig vinden. Al waren het niet Mennonieten die dit zo nee, nee, doen. Nee, 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 je moet al wel ja. anderen. Al waren het anderen, toch? Mhm. Mm dan nog is dit een keuze die zo verrijkend is dat je dat niet even kan doen met een ministeriële brief. Ja. Dit moet een nationaal debat zijn. Ja, dus met mij mee gaat meer om die terechtrekker nee, waar ik we moeten onze ogen niet voor sluiten. Ja, toch. Maar ik, ik wil gewoon dat we begrijpen dat we hiermee ons bos vernietigen. Dat is wat ik wil. En dat het mennonieten of synonieten of denonieten zijn, oké, okay, dat is, vind ik punt 2. Mm. Punt 1 vind ik. Het is ons bos als Surinamer en we gaan het kwijtraken. En, 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 maar het is toch een kleine moeite ook om gewoon te komen met studies? Nou, dus dat zou je denken, want, 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 want nieuwman, dit is ook wat, wat verplicht is. we en al die bedrijven moesten hebben, jarenlang onderhandelen. En dit gaan we gewoon in een pennenstreek doen. Maar kijk, er is hoop. Hè? Want we hebben die, die brief gezien van Seoudin naar Forswijk. We hebben nog niet gezien wat Forswijk terug heeft geschreven. Misschien heeft Forswijk gezegd, ik doe het niet. Ik weet het niet. Maar hoe we kunnen verrast brieven, worden. Hoe komen deze brieven naar buiten? Dat was er iemand die mee be be bezig is. Ja, ja. aanvoelt dat het niet kan. Kijk, ja, dus kijk. Onessens, het zijn confidentiële ja, stukken. Ja, Bay, ja, uh, die heeft dit voor het eerst gepubliceerd. En een buitenlands bedrijf nog ja, erbij. Ja, 14 december is dit voor het eerst gepubliceerd. En die heeft dus ook al deze documenten gewoon, um, gewoon online gezet. Ja, een buitenlands bedrijf heeft nog erbij al deze stukken online gezet. Ja, ja, ja. Een buitenlands bedrijf heeft dit gezet. En je ziet, er zijn al een heleboel interviews gedaan. Uh, Marie-José Artis, die zegt ook van ja, eh, volgens mij is het, het is vreemd wat ze daar doen. Ik denk niet eens of ze strategie hebben. Um, en er zijn al meerdere artikelen geweest. Hè? Dit is echt, het is echt in Suriname. Denk ik dat we nog niet beseffen wat op ons afkomt. Maar dat gebeurt wel vaak. Wat kan internationaal gevolg zijn wanneer de president in Dubai vertelt dat we groener gaan en ineens geval zo zo'n move <laughs> <Sorry>. gedaan? Sowieso worden we... Wederom gewoon absoluut belachelijk gemaakt. Toch? We worden gewoon absoluut verschut gezet. Want op december zeg je dit, terwijl je eigenlijk dat kibri kibri aan het doen bent. Um, als je mij zou vragen, we voldoen dan niet meer aan onze nationally determined contributions, dus onze afspraken onder het Parijsakkoord, we voldoen gewoon niet, punt. We voldoen niet meer aan de conventie voor biodiversiteit, we voldoen niet aan de conventie voor uh, landdegradatie. Dat maar, zijn allemaal conventies waar wij, wij hebben ja, getekend. Ja, ja, we hebben getekend. En um, de UN DRIP, hè, de United Nations Declaratie voor de Rechten voor Inheemse Volkeren. Want mm -hmm. ze zijn, je ziet één na de andere Ze zijn hierbij betrokken ook. Nee, ze hebben geen toestemming gegeven en toch gebeurt het. Of leek het te gebeuren. Hè? Want kijk, laten we positief blijven dat het eigenlijk een storm in een glas water is. Laten we hopen. Ik hoop in een cupje zelf. In een cupje dat, ik, dat al deze informatie achterhaald is. En laten we hopen dat de president en alle andere ministers komen... Dank wel voor jullie zorgen. Maar wij hadden die zorgen ook. En daarom gaat dit absoluut net voor nooit gebeuren. Kijk, hier zijn de afwijzingsbrieven. Ja. Um, ja, misschien, misschien is hij misgeïnformeerd. Dus, dat, dat, maar dan heb ik ook al gezegd: als blijkt dat hij liegt. Dat het allemaal leugen is. Dan weet u wat ik van hem denk. Ik hoop dat hij slecht is geïnformeerd. En dat, dat er informatie achter is ja. gehouden. Ja. En dat de president Precies. nu beseft: van, wacht even. Kan dit kan niet. ik als president van vader van een land. Hm. Ook niet accepteren dat mijn eigen land wordt vernietigd. Ja, laten we hopen. Laten we van het goede uitgaan in deze. Ik denk niet dat hij zo'n slecht persoon is van binnen. Dus ik hoop dat zo'n. Boy, die karma die moeder natuurlijk op je gaat gooien. Als <laughs> jij. Boy, je hebt <laughs> nog plena, uh. boy. met tijgi. <laughs> met tijgie. Ja. ja. Snap je? Dus, maar goed, dat is mijn, mijn, mijn geloof. Oh, uh, ja, misschien te... heeft uh, de minister Zildien het ook verkeerd begrepen, toch? Want hij verwijst naar de schrijven van de president van 2 augustus 2022. Maar misschien bedoelde de president eigenlijk: uh, uh, laten we even kijken, laten we studies doen. Wat ik raar vind is: blijf erbij. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld de NV, Landbouw-NV, of, of Stichting Machinale Landbouw, of weet ik veel, het heeft te maken met landbouw. Ja. Dit is vermogensbeheer. Ja, maar het zijn twee verschillende dingen, Dave. Je hebt, dus ik, dus vind die... het, ik vind het vreemd dat je iets... Ja, maar je hebt deze drie, uh -huh. zijn voor vermogensbeheersstichtingen uh, uitgegeven. De rest is in feite niet uitgegeven, maar is aangevraagd door minister van LVV aan minister GBB, mag ik dit alsjeblieft hebben voor landbouw. Maar voor wie vraagt hij dit dan aan? Voor ministerie zelf, om dan straks uit te gaan geven. Dus het is een paar stappen, toch? Ah, duidelijk. Dus je moet een paar stappen duidelijk. zetten. Ik dacht, dit alles. Nee, al nee, nee. was van die. Nee, 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 daarom zeg ik ook steeds. Dit gaat om het is een grondconversiediscussie. En, en hoeveel, hoeveel hectare is hier zo? Deze drie zijn 10.000 bij elkaar. 10.500 ongeveer. Deze drie. 10.000 hectare? Ja. Maar waarom, als je als Surinamer. <laughs> een stukje grond aanvraagt, ergens op. Bakagado kan je dat niet krijgen, maar je kan wel even 10.000 hectare okay. krijgen. Ja, nou, maar ook, we hebben ook hier van de goedkeuringsdocumenten niet gezien, toch? Wat we zien is dat um, het kabinet van de president een rappelschrijver stuurt met de vraag: waar blijft het? Met andere woorden, het kan. 10.000 hectare, 1 hectare is 10.000 vierkante meter, toch? 10.000 vierkante meter, ja. Dus 100 hectare wordt dan oh, 100... Is een, miljoen? een miljoen. Juist. Uh, 100 hectare is een miljoen vierkante meter. Ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. 1000 hectare is dus... 10 miljoen. 10 miljoen. 10.000 hectare is dus... 100, 100 miljoen, miljoen vierkante, vierkante, vierkante meter. meter. Ja. 100 miljoen vierkante meter is aangevraagd. Dus stel dat iemand 500 vierkante meter nodig heeft om te wonen. Elke Surinamer. Ja, ja, ja. 400 vierkante meter, nodig hebt om een kleine Gabba te bouwen. Ja. Kan bijna het hele volk al daar wonen. <laughs> al die mensen, al ja. de, de hele jeugd en ja. al die, al die beloftes die zijn gemaakt door elke regering, niet eens deze regering alleen. Ja. Kunnen, het kan. Het de kan. wil is er gewoon dus niet om onze. Volk, om, 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 om ons volk te helpen. Ik heb het over vier generaties die wonen thuis. Want ze kunnen geen stukje jari kopen. En nu vraagt de Surinaamse bank. Niet de Surinaamse bank, als in de DSB. De banken in Suriname. boven de 20% op een srd lening ja. Met andere woorden, de bank heeft binnen vier jaar als ze geld dat terug en je moet ze 20 jaar gaan betalen. Dus al die andere jaren maken ze winst. Nou, dat is pas de grootste vorm van en, ja. je, en je krijgt van alle kanten, dus ja. je maakt het onmogelijk voor de Surinamer. En klopt. dan geef je dus zoveel gewoon aan een paar stichtingen alleen. Ja. Nou. Dat is dat kleine stukje dat je daar hebt geweest. Ja, die, die stichtingen, klopt ja. Die 100, 100 miljoen vierkante meter? Ja, toch? Ja, dat hebben we berekend zo net. Vierkante meter, ja. Kandi, maar... <laughs> 10.000 maat 10.000, ja. Ja brada, dat is waar we zijn. Nog Dat niet. is waar we, Nee, naartoe, hoopelijk, gaan. Hoopelijk, naartoe gaan. Maar dan moet je niet zitten een foutje. Maar dus, kijk, als je naar deze blokjes kijkt. Weet je hoeveel van deze blokjes en deze blokjes hier zo kan <laughs> klopt, ja. Gewoon even voor de grap, hè? <laughs> ja, ja, ja. Is factor 100? Ja, maar het is. Dit is dus die gele zijn 550.000 en dit is 10.000. Dus het is 50 keer zo. Factor 50. 50. <laughs> factor 50. Factor 50. Isan. Het is 30 keer Paramaribo Dave. 30 keer Paramaribo, daar hebben we het over. Wat? Maar dus, deze hele strip wordt bijna niet gebruikt dat werkelijk be bestemd is voor landbouw. Ja. En omdat, maar eigenlijk zou je dus eerder een boedelwet kunnen implementeren. Een voorbeeld, ik weet het niet. In landen zoals Curaçao, ik. hè? Ja. In landen zoals Curaçao, word. want in de stad, waarom is de binnenstad kapot? Alles is boedel bijna daar zo. En dan kunnen die panden niet worden verkocht en ja. weet ik wat allemaal. Ja. In Curaçao is het heel makkelijk. Volgens mij, homo en goede. Iemand gaat dood, blablabla. Oké, okay, jullie hebben twee jaar de tijd. Om het te regelen. Ja. Om het op zijn minst te onderhouden. Ja. En na twee jaar gaan ze zeggen: Vaan, jullie gaan niet verkopen, jullie komen niet eronder uit. Oké, okay, dankjewel, nu is het van de staat. Gezien jij het niet gebruikt, ja. jullie gunnen elkaar niks. Ja, <laughs> ja. We gaan niet. Niet omdat jullie vier families niet met elkaar overweg kunnen, dan gaat de hele binnenstad verziekt worden. Ja. Precies. Dus, Gim, ja. Wat men doet dan is direct van, eh, zoiets, laten we gaan praten, hoor. Verkoop dat ding. Yeah. Of, begrijp je? Dit? Maar ja, men is direct bereid om te praten. Ja, ja, ja. Hier heb je boete, de hele stad is al voor door. Een hele lappe grond. Maak een wet, verdomme. Neem het weer terug in de boezem van de staat. Ja. Dave, er zijn een heleboel manieren om dit op te lossen. Want een van de argumenten hè, die Barbero zegt, is ja, voedselveiligheid. Voedselzekerheid. Want hij zegt in Wat, Suriname... We gaan, we gaan allemaal ja eten. <laughs> wat, denk ik die wat, hij, wat hij uitlegt is dat wordt dan gevoed aan, aan, aan kippen en anderen en wij gaan dan die kippen eten <laughs> het is gewoon cool voor export ik zeg je hoe het wordt uitgelegd zeg, dit waar is, maar dit is wat hij uitlegt En mijn hele tijd, jongen, al die dingen hij zegt van ja, en dan legt hij het uit van nee kijk, de overheid is naar ons gekomen want door covid kon tsunami geen eten krijgen hè? Brother, die dingen die hier staan, echt hey. waar er is nog nooit in de geschiedenis van de geschiedenis ja. <laughs> iemand in Suriname doodgegaan van, van de, de honger. honger. Ik weet het. Want je kan al boomschors happen hier zo buiten als je. Ja, 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 isabi. Nee, maar daarom dat ik ook hier ben toch, want we worden echt gewoon voor de gek gehouden. En er wordt voor alles geroepen, internationaal. En omdat niemand anders iets zegt, nou, dan gaan we gewoon lekker verder toch. Dus al die stukken zeg hier, het is allemaal online. Uh, het is gewoon te lezen. Um, en het belangrijkste voor mij, Dave, is dat er nu gewoon transparantie komt. Dat we nu weten: heb ik hier allemaal verkeerde stukken? Kan toch? Misschien zijn deze allemaal vernietigd. Of misschien, nog erger, misschien is het een deepfake. Misschien is dit met door de AI gemaakt en is het eigenlijk helemaal nooit gestuurd Jij door Je moet minder drugs gebruiken, Brad. <laughs> Dit zijn gewoon officiële stukken met die stempelen. En we gaan niet politiek correct ja, hier zo praten. Ja, ja, ja. Dit zijn echte koude stukken. En er moet wat eraan gedaan worden. John praat altijd netjes. Ik kan dat niet. We gaan niet doen alsof. Ik ga, dit kan en mag gewoon niet gebeuren. Ja. Je zei, Mijn hele mond begint al krom te gaan van ergens. Nee, omdat dit is gewoon een verkrachting van mijn volk. Ja. Ja. In mijn taal. Dit kan toch niet? Dus daarom toen je me gisteren belde. Ik kwam in een hele. We waren bezig met mooie producten. Je was bezig met het heel ding dat je Maripa-olie kan brengen. Van de, je hebt zoveel inheemse aan het werk gezet. We zijn bezig met bedrijven zoals L'Oréal. die met Suriname kunnen werken omdat het zo puur is. Ja. Ik bedoel, het zijn internationale miljardenbedrijven. Ja. En ik heb je gezegd: oh, ik ga mijn contacten gebruiken. En toen gooide je dit op tafel. En toen heb ik je huis binnen kapot geslagen. Oh, Tori Bas. <laughs> ik weet het. Oké, okay, maar to, daarom is het... To, daarom toen toe ben ik niet. helemaal de pan uitgevlogen. Want ik, ik, ik ga je eerlijk zeggen, toen ik hoorde men niet, had ik iets van, hé, hey, laat ah, die mensen met rust, hoor. Omdat ik niks heb tegen die mensen. Nee, tuurlijk niet. Maar toen je me weet wat hun trekrek het was, wil ik zulke farmers in mijn land hebben? Nee, ik niet, als Surinamer zijnde. En ik heb een Surinaams paspoort. Ik ben hier geboren, dus ik heb recht om mijn mond open te maken. Ja. zulke mensen wil ik niet in mijn land hebben ja. breng mensen binnen je hebt mensen in India die zo hard werken je hebt mensen in Afrika die hard werken je hebt mensen in Duitsland die hard werken dus China met een goede track record ja. haal die naar binnen ja. ongeacht hun kleur maar je gaat er niet kijken ah ja maar dat kap om een miljoen hem wil ik hebben in <laughs> Dan liever laten we cocaïneplantages beginnen. Ja, ja. 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 Eenmaal we gek doen. Dan gaan we echt geld doen. Dan maken. laten we echt geld laten doen. We echt geld maken. Ja, oké okay, dan. Ja, maar we zijn toch al dus zo hebben we geen doorvoer meer, we nee, gaan gewoon produceren. Gewoon productie van kook. Ja. ja, toch? Nee, als je, als je gaat voor geld, doe het direct goed. Het is, het is al nummer 1 export van Suriname. Ja. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Nee. nee. We zijn al zo geweldig in de transporten ja. van kook. Laten we dan tenminste in de lijn gaan voor wat we doen. Kap alles weg. Zet coca-bomen daar zo. Ja. Ja toch, je was stom doen? Dan, dan ga ik je wezen hoe je stom ja. Tenminste, ja. heb je dan genoeg verdiend voor ja. weet ik hoeveel. Ja. En, en, en we houden het in house We hebben verticale integratie. Ja. Juist. Juist, want die balletjes lekkers gaan maken, pit maken, die man die die balletjes draait. Ah, douane gaat meer geld krijgen. Maar ja. dit is bullshit. Ja. Snap je dus? Ik bedoel, als, als we gek gaan doen, laat we goed gek doen. Of ja. helemaal niet gek doen. Ja. maar ik bedoel... Iemand die kook verkoopt is een, is een crimineel in het oog van justitie, toch? Ja. En, en de families die vernietigd worden, weet ik wat allemaal. Maar iemand als wij, die van bomen houden, van dieren houden. Wanneer je een boom cabrera, dan baster je de oog toe. Ja. Want je vernietigt ook niet omdat je een mens hebt en een dier, je hebt die ene meer recht dan de ander. Nee, 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 je nee. bent de bewoner van moeder aarde. En moeder Sorry. Gaia let op iedereen. En als je er, als je daar aantast, die karma, of oh, take you brother, aye. Met die biggie, take you, aye. Lucas, oh, take you, <sighs> Ik moest het echt van mijn borst halen, <laughs> sorry hoor. Het zit heel diep bij mij. Ja. Um, en meestal ben ik niet zo... Ik ben lang niet zo emotioneel geweest voor, voor de kamer. Ik ben lang niet zo geïrriteerd geweest. En als ik uitlating heb gedaan waarvoor ze me opsluiten, ja, jammer dan, maar hier moet het wel gezegd worden. Ja. Het moet ergens gezegd het moet stoppen. worden. Het moet stoppen. Het moet stoppen. En als, als, als leiding van het land, je hebt ook een jee man. Ergens moet je een jee hebben dat dit niet kan. En ik ga ervan uit dat de president sowieso niet naar meekijkt. kijkt, maar iemand moet wel op zijn minst kunnen aan, aanspreken: hé, brother, we kunnen gek doen, maar laat niet dom doen. Ja. Hoe gek, maar ook niet dom? Ja. En dit is gewoon vernietigen. Dit is niet over nagedacht. Het, het, het is geen lange termijn visie. Uh, ik denk ook dat het heel veel problemen gaat brengen tussen de mensen, gewoon. Yeah. Annaïfiteo. An, an <laughs> yeah. ja, ja. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Ik bedoel, ik, ben, ik heb een lichte kleur. Toch? Ja. Ik ben zo vaak in het bos. Weet je hoe vaak wanneer ik richting Jumbo ga? Nou, uh, Dave, daar mag jij niet zwemmen. Daar mag jij niet. Maar ik zeg, maar je bent niet Ze zeggen, ja, maar je hebt wit bloed. Cultuur is die goed. Je moet niet daar, je mag niet daar gaan. En ik ga niet met ze in strijd van: nee, joh, ik ga gewoon. No, respect, dan zwem ik niet daar. Want hij heeft gezegd: er zijn dingen gedaan vroeger om de mensen, die, de slaven die waren weggerend, die ze achterna gingen. Hij zei: er hij zei: witmangs, soldaten. Dingen zouden met ze gebeuren op onderweg naar daar. Dus er zijn een heleboel tapoes en weet ik veel. Ik ken die namen niet. Ja. Maar in bepaalde gebieden mag ik al niet gaan. Ja. En ik heb Blakama Broedu. Ja. En meer. Ingi Brudo ook. Toch mag ik niet daar zo, want ik ben kleur. Daar staan die witte man die daar zo ineens gaat, in grote getalen. Want als je zo'n grote operatie hebt, als ze één dorp hier zakken, hebben we evenveel. 70% buitenlander bij wijze van spreken. Hm. Want nogmaals, ze gaan, ze gaan geen Surinamers in dienst nemen. Nee, doen ze niet. Nee, nee het is gesloten. Ze komen dus, niet. Kijk, niemand is, is gekomen. Ze werken met Surinamers. Gold is gekomen. Ze werken met Surinamers. Deze mensen komen. En ze zijn er. Ja, klopt. Want zelf in de Chinese winkels, nu heb je meer Surinamers werken ja. dan Chinezen. Vroeger ja. was het een taalbarrière en alles. Het, het is, is zo mooi ja. om te zien hoe nu. Ik, ik ga vaak hardpotten en dan heb je Ali Haitianen. Ja, ja, ja. Geen van ze kan Nederlands of Surinaams. De Chinees kan geen Nederlands of Surinaams. <laughs> Toch werken ze prachtig met elkaar. Ja. Het kan. Deze mensen zijn gesloten. Dus het is niet dat je voor baangarantie gaat en dat je een, een, een nieuwe markt gaat aanboren, dat, dat mensen werk gaan krijgen. Nee. nee. En Dave, je weet het. Ik ben bezig met die andere projecten, daar hoeven we nu niet over te praten. Mm -hmm. Maar als je nagaat wat we gaan verliezen hier aan ook inkomstenpotentie. Ja. Van bosbijproducten, aan oliën, aan orchideeën. Maar ook wat about de mensen die hier vissen. Want wanneer deze rivieren vervuild zijn, Klein. dan zijn die vissen ook vervuild. Dus, dus als je gaat praten over voedselzekerheid, dan is dit het slechtste wat je kan doen. Want de <laughs> mensen hier kunnen dan niet meer planten. Want deze mensen hebben toch allemaal kostgrondjes. Die kostgrondjes. Ze zijn straks van Mennonieten of van andere partijen of van minister LVV, Mogen ze ook niet weggaan? En gaat zomaar door. Dus, brah, ik zie niet in hoe dit een win is voor wie dan ook. Behalve misschien de mensen die, zoals deze stichtingen straks, die deeltjes kunnen draaien met de Mennonieten of andere partijen. Dit lijkt op wat ze noemen: een good old-fashioned land grab. Zweef tikka grong. Ja. Dat nasawishi. Terwijl ja. ik ook een beetje crashed en burnt in die grond Zodat ik zo ga praten, we gaan afsluiten, want ik, ga, ik red het niet meer. Ik, <laughs> ik heb er geen zin meer in om er over te praten. Ik ben verschrikkelijk geïrriteerd. Ja. En dan word ik gewoon onredelijk. En dan, mijn mond is mijn grootste probleem. <laughs> dus ik ga mezelf niet meer in problemen zetten. Is er een boodschap die je wil geven aan de samenleving? De boodschap is, één, teken de petitie. Mm -hmm. Ja, waar je het kan is dat, krijgen. Waar? Nou, het is, uh, misschien kunnen we het uh, bij, bij jouw informatie onder in die YouTube-omschrijving zetten van de podcast, dat men de link meteen ziet. Ja. Dat stuur is stuur het voor me, dan ga ik het ook. Ja. Uh, editor, zet het nu voor me in beeld terwijl we. <laughs> 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 ja, zet het nu voor me in beeld en ja. ga je straks die link geef, geven. Dan komt het hier tevoorschijn. Ja, dat is de link. Mm -hmm. En ik zou zeggen, zoals ik al eerder zei, sta niet toe. Wees niet stil. Dit is ons land, het is ons bos. Laten we actieve burgerschap te harte nemen in deze. We hoeven niet voor alles constant, weet je. Mm -hmm. Maar dit is te groot om te negeren. Als wij, als wij als deze generatie dit toestaan, dan zijn wij de generatie die het bos van Suriname hebben vernietigd. Want niks doen is meedoen. Mm -hmm. Dat is mijn boodschap. Aan. Niks doen is meedoen. Ik ga mijn mond houden. Ik ben klaar. Mensen, dankjewel voor het kijken. Ik hoop echt dat jullie wakker zijn geschud. Oh, dit kan niet. Brother, thank you. Ik ga. Thank nog... you, Dave. Pst. Ik ga wat gaan eten. Ik ga weer mediteren. <laughs> Later. <laughs> Hi. Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten, ga alsjeblieft naar onze YouTube-channel. Share, subscribe, like die story. We zijn op Facebook. We hebben onze eigen website nu. Uh, www.thedavepodcast.com Mocht het zijn dat je wil opgeven omdat je je verhaal wil doen, dan kan je daarop geven. En uh, tot de volgende keer. D-V-A-Baby. Let's talk.